Districtscommissaris Suraksha Sital Hirasin stimuleert burgerinitiatief vanuit het commissariaat Wanica Noordwest. De burgermoeder heeft een driedaagse bewustwordingscampagne uitgevoerd, waarbij burgers bewust zijn gemaakt dat zij hun omgeving zelf moeten onderhouden. Burgers moeten de berm langs hun huis zelf schoonmaken. Echter gebeurt dat niet altijd. Het term onderhoudsstrook is eigenlijk niet zomaar ontstaan. De bedoeling is eigenlijk dat burgers hun term, hun onderhoudsstrookje, zelf moeten onderhouden. En eigenlijk ook die lozing voor langs hun huis of achter hun huis. En door de jaren heen is dat gaan verwateren. Het leek meer alsof dus de overheid dat zou moeten doen. Natuurlijk zijn er hele grote kanalen die dan wel door de overheid aangepakt moeten worden. Maar dat gedeelte dat voor langs je huis is, dat zou je zelf moeten doen. Maar je kweekt iets hè, bij de burgers en op den duur leek het wel alsof men gewoon wacht op de overheid. Dus vandaar dat we zijn gestart met een project, een bewustwordingscampagne, waarbij we dus de burgers eigenlijk erop wijzen dat ze hun bermen zouden moeten onderhouden. En dat doen we dan gezamenlijk met RR-leden, burgers van die bewuste straat, waar we dus die aanpak doen, samen met de bestuursdienst. De burgermoeder wijst erop dat verstoppingen meestal plaatsvinden omdat personen hun berm niet goed onderhouden. Het ligt in de bedoeling dat het commissariaat dit project zal voortzetten. We willen het maken tot een routine. Dat wil dus niet zeggen dat we ook wel zelf gaan schoonmaken, maar we willen wel de controle blijven doen, zodat de mensen steeds erop gewezen worden dat ze dat zelf zouden moeten doen. Dus dat wordt dan eigenlijk een soort routinewerk van de bestuursteam. Is dat dit project iets anders teweeg gebracht heeft? Omdat de burgers voorbereid zijn op de komst van de bestuursdienst en ook de DC en deze, want ik ben zelf ook geweest, lijkt het alsof ze dus echt op ons wachten en weet je, heel enthousiast zijn en hun grieven gelijk willen uiten, gelijk willen praten met de DC, gebruik maken van de gelegenheid. Dus dat heeft eigenlijk iets anders opgewekt. En ik merk dus dat het wel goede aanzet is geweest, omdat de burgers eigenlijk wachtende zijn. En ze zijn zo enthousiast om de DC te ontvangen. Dus ik denk dat het een goed ding is om eigenlijk in contact te blijven met de burgers. Districtscommissaris Suraksha Sital Hirasin. Het bewustwordingsproject is vanaf afgelopen maandag tot en met gisteren uitgevoerd in de drie bestuursresorten die vallen onder het districtscommissariaat Wanica Noordwest.